Drinkwatervoorziening in Saramaca volledig gegarandeerd door SWM. Inhaalrooster niet door een ieder toegejuicht en 4 miljoen mensen in Chili zonder water door noodweer. Goedenavond dames en heren, dit is het journaal op maandag 27 februari. De Surinaamse waterleidingmaatschappij garandeert optimale drinkwater in Saramaca. Met de overname van de 4 waterpompstations in het district geniet het gebied nu van 3 voordelen, namelijk elke dag water uit de kraan, betere kwaliteit van het water en een optimale waterdruk. Ivan Bishop is het diensthoofd van de SWM in het district Saramaca. Vandaag werd met Bishop gesproken over de overname en verdere planning van de SWM in Saramaca. Dat betekent dat de mensen een degelijke verandering, een verbetering vooral, zouden moeten zien wat betreft de overname. We hebben overgenomen, we hebben een plannetje gemaakt van hoe wij de overname geleidelijk aan zouden doen en verbetering brengen in het systeem. 1. De kwaliteit van het water was zeer slecht. Omdat er het was zo slecht en wij zeggen van dat kunnen wij niet accepteren. Ja, we hebben verbetering gebracht. De waterdruk was heel laag. We hebben gelijk gewerkt aan de waterhoeveelheid. We hebben verbetering gebracht in de besproeiing, dat de kwaliteit van het water beter zou worden. Er was een watertoren die daar stond, die eigenlijk ik een dringende beroep heb gedaan. Bij onze directeur van directeur. Mijn verzoek aan u om zo snel als mogelijk de watertoren te doen verwijderen. En we hebben dat gelijk aangepakt, heeft gelijk gereageerd. En uiteindelijk hebben we die watertoren van hier verwijderd. Tegelijkertijd heeft men gelijk gebruik gemaakt om alle rommel die op het terrein was, in één keer weg te halen. De overname van het laatste waterpompstation in district Saramaca brengt de SWM nog sneller naar het hoofddoel, namelijk om alle resorten in het district van schoon en gezond drinkwater te voorzien. De situatie voorheen was zo erg dat er soms dagen geen water uit de kranen kwam. Dit kwam door slecht onderhoud en gebrek aan equipment. Met de nieuwe ontwikkelingen keek Bisschop zeer tevreden vooruit. U ziet het aangezicht nu. Het is een hele nieuwe organisatie, een heel nieuwe complex. Ja, het is een lust om naar te kijken nu. U ziet daar op de achtergrond dat de mannen bezig zijn met het onderhouden van een waterbron. Ja toch? Die was helemaal verstopt. Toen men die pomp, dat was zeg maar een weekje geleden, kregen we het bericht van dat er geen water meer kwam uit die bron. Wij zijn gaan onderzoeken wat bleek dat die bron nooit is onderhouden. Helemaal verstopt en wij zeggen van nee, wij lossen het op, want door dat te doen heb je nog meer water binnen, waardoor de mensen nog grotere verbetering zullen meemaken de laatste dagen. Verder ging het diensthoofd ook in op het prijskaartje dat aan dit project hangt. Het is ook zo dat de gemeenschap van Saramaca nooit eerder voor watervoorziening heeft betaald. Vanuit dat er ook vaak sprake van gebrek aan drinkwater is geweest. Nu zal de SWM het netwerk in het district opzetten, waaraan gelijk het klantenbestand wordt gekoppeld. Al deze inspanningen die de SWM nu doet, er geen, zeg maar, uit eigen middelen zijn gebeurd. Ja, toch? De mensen van dit gebied betalen nog geen water. Ze krijgen water gratis. Ja, toch? We zijn bezig met de huis-aan-huis onderzoek. En onze planning is... Bedoelt u dat de mensen geen rekening hebben, aansluitnummer? Nee, helemaal niet. Dat is de planning om, zeg maar, over maximaal 2 maanden moeten we zo ver zijn om de mensen in ons systeem over te nemen, zodat ze dan uiteindelijk de waterrekeningen moeten gaan betalen. Logica, hoe worden de kosten dan gedekt? Dus uit SWM-middelen van de stad. Dus eigenlijk moet ik zeggen dat de stad Saramaca op dit moment financieert. En dat zou geen goede zaak zijn, want het gaat om heel veel kosten die wij maken. Momenteel wordt het water van de pompen regelmatig gecontroleerd door het laboratorium van de SWM.
Met capaciteit en kwaliteit van de waterbronnen in district Saramaca constateert de SWM amper onregelmatigheden of afwijkingen. Niet alle leerlingen juichen het aangekondigde inhaalrooster toe. Het inhaalrooster is door het ministerie van Onderwijs en het directeurenberaad samengesteld om de verloren lesdagen tijdens de acties van de BVL en ALS in te halen. Misschien bij bepaalde vakken wel. We zijn die hoofdvakken economie 1, wiskunde. Misschien wel. Extra lessen, zodat die kinderen het begrijpen, want ze hebben heel wat tijd verloren doordat die leerkrachten gingen staken en zo. Maar dat is het enige. Op social media kreeg je zulke berichten, dus dat kan je even lezen. Maar niet dat ik weet dat het officieel is. Maar is het nodig? Ik denk het niet, want wij zijn niet de reden dat die leerkrachten moesten staken. Ze hebben gestaken, het is hun recht, ze hebben recht op stakingen. Maar ik vind het echt niet nodig, want iedereen heeft zijn of haar ding die de persoon wil doen, weet je. Je maakt je planning wat je gaat doen of zo. Het inhaalrooster is bedoeld om extra les te volgen. Volgens de leerlingen is er nog niet met hun gecommuniceerd over de genomen stappen. Via de media hebben zij vernomen dat de paas- en de pinkstervakantie verkort worden. Volgens hen hebben ze al gepland wat ze in hun vakantie gaan doen. Ik ben helemaal niet eens mee, want ik heb mijn planning ook al gemaakt. En ik denk dat een heleboel mensen, zelfs de leerkrachten, ook een planning hebben gemaakt. En als je nu aan die mensen weer vakantie gaat, dan je brengt het hele schema in de war in feite. We hadden al lang gehoord dat we deze week zouden beginnen. Het is zo gebleven, dus we zijn niet op de hoogte gebracht. Echter deelt niet iedereen dezelfde mening. Anderen zijn wel op de hoogte van een inhaalrooster. En zijn bereid om hun vakantiedagen op te geven om een beter resultaat te boeken voor dit schooljaar. Feitelijk wel, want we moeten onze gemiste lesuren inhalen. Dus je bent er mee eens dat de paasvakantie met een week wordt verkort? Wel, ik wil slagen, dus ik zal alles eraan doen om van die school te gaan. Ik heb begrepen dus dat de vakantie niet wordt ingekort, maar dat er gewoon een rooster wordt aangegeven. Dat we misschien vrije lesuren dat we moeten volgen of op de zaterdag ook naar school moeten. Ik vind het goed, zolang ik maar kan slagen. Er wordt nog besproken hoe we onze verloren lesuren gaan inhalen, maar onze SO-rooster is wel al bekend. En wanneer beginnen de SO's? 17 maart. Ben je goed voorbereid? Ja, toch wel. De schoolonderzoeken SO's gaan volgende week van start. Suriname kent geen gevallen van gele koorts, maar desondanks moet Suriname alert blijven. Dit zegt Leslie Resida, directeur van het BOG. Gele koorts is niet in Suriname. We moeten alle maatregelen nemen om te zorgen dat het niet komt. Dus we moeten zorgen dat iedereen op de hoogte is, iedereen die dat moet weten, op de hoogte is van welke zijn de risicolanden, om ervoor te zorgen dat mensen die uit die risicolanden komen, burgers uit die landen, gevaccineerd zijn als ze Suriname binnenkomen. Gele koorts is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door het gele koortsvirus en wordt verspreid door muggensteken. Als geïnfecteerden niet tijdig behandeld worden, is de kans groot dat ze komen te overlijden. De ziekte komt het meest voor in Afrika, ten zuiden van de Sahara, met ongeveer 180.000 gevallen per jaar. In Zuid- of Midden-Amerika zijn er 20.000 gevallen. Jaarlijks worden naar schatting 84.000 tot 170.000 mensen met het gele koortsvirus besmet, waarvan er rond de 60.000 komen te overlijden. Vaccinatie is de belangrijkste preventieve maatregel om de ziekte te bestrijden. Het vaccin tegen gele koorts is veilig. Het vaccin biedt waarschijnlijk een levenslange bescherming tegen gele koorts. Voorlichting over de ziekte is ook een belangrijk middel om mensen te beschermen. Volgens Resida moeten wij weten wie ons land binnenkomen. Tref voorbereidende maatregelen. Tref deze maatregelen, zodat je ervoor zorgt. 1. De mensen die binnenkomen zijn gevaccineerd. Toch? Dus die dragen het virus niet. En 2. De kans dat het virus gaat circuleren, verklein je door andere maatregelen die je dan lokaal neemt. En ga door met je vaccinatieprogramma. Wij gaan door met ons vaccinatieprogramma, dat wil zeggen, het vaccinatieniveau van onze bevolking blijven we opschroeven, zodat ook al zou er een case binnenkomen, ook al zou
die persoon geprikt worden, dan nog blijft die kans klein dat mensen in Suriname ziek worden omdat ze al gevaccineerd zijn. Vaccinatie tegen gele koorts is voor Suriname alleen verplicht als je in de 7 dagen voordat je Suriname binnenkomt in een gele koortsland bent geweest. Dit advies geldt ook als je een overstap hebt gemaakt en langer dan 12 uur in een land waar gele koorts is bent geweest. Het Sint-Vincentius ziekenhuis beschikt nu over een modern ademhalingsapparaat dat door de SAB gedoneerd is, bevestigt de kinderarts van het ziekenhuis Sigmar Illes. Dit apparaat hebben we inderdaad gehad in het kader van het 100-jarig bestaan van het Sint-Vincentius ziekenhuis. En de SAB die bestond vorig jaar 50 jaar. Dus in dat kader hebben we een schenking gehad van het SAB waarmee dit apparaat gekocht is. Nou, voorheen maakten we gebruik van 2 beademingsapparaten die we wel hebben. Die ook de mogelijkheid hebben om CPAP te geven. Maar dat is iets invasiever. In de zin daar moet er echt met een buisje via de neus werd er dan de druk gegeven die nodig is om die longetjes open te houden. Terwijl met dit apparaat kan je het gewoon met een maskertje op de neus doen. Dus het is dus minder invasief. Het ziekenhuis beschikt over een ouder beademingsapparaat waarbij een tube naar binnen wordt gebracht in de luchtpijp. Dit heet invasieve methode. Nanya Braafheid, kinderarts bij Sint Vincentius ziekenhuis, is zeer ingenomen met de komst van het ademhalingsapparaat. Met een moderne CPAP-apparaat wordt via een neusmaskertje lucht in de neus- en keelholte van het kindje geblazen, waardoor een verhoogde druk in de longen ontstaat. Daardoor knappen de zwakke longetjes van prematuurtjes met ademhalingsproblemen snel weer open, zegt Nanya Braafheid. Vroeggeboren baby's onrijpe longen kunnen hebben en de onrijpe longen kunnen dichtklappen. En dit apparaat helpt om van buitenuit de longetjes open te houden. Er is ook een andere methode om de kinderen in goede conditie te houden, maar dat is dus als je een echte beademingsapparaat gebruikt, waarbij er dan een tube via de neus en dan in de luchtpijp terechtkomt. En kan je de kinderen ook wel ondersteunen, maar dit is de eerste stap om de kinderen in goede conditie te houden en om de longen goed te kunnen laten ontplooien, waardoor je eigenlijk ook kan voorkomen dat je die invasieve stap zou moeten doen waarbij ze aan een beademingsapparaat terecht zouden moeten komen. De doktoren van het ziekenhuis zijn zeer tevreden met de donaties die ze tot nu toe hebben gekregen. Zij zeggen dat na 100-jarig bestaan het ziekenhuis nu over beter en gemoderniseerde apparatuur beschikt. Er zullen nog meer van dit soort apparaten aangeschaft moeten worden, geeft Braafheid aan. Wat we nu hebben, dit apparaat, is het heel prettig als we nog een paar andere zouden hebben. Omdat als je eenmaal een kind hebt aangesloten, je zeker een aantal dagen de kinderen moet blijven ondersteunen. Omdat het niet direct zo is van, voor 1 dagje gaat het goed en dan kunnen we het kind eraf halen. Het is afhankelijk van hoe het kind hoe de conditie is van het kind, dat we uiteindelijk dagelijks kunnen kijken van we kunnen het kindje van het apparaat afhalen. Maar het is niet 1 kindje maar dat prematuur geboren wordt. We hebben wel meerdere kinderen die prematuur geboren kunnen worden. En als die ook ademhalingsproblemen hebben, dan is het heel fijn als je dan nog een apparaat hebt om het kind te kunnen ondersteunen. Dit is het apparaat. Het werkt met zuurstof en perslucht, ze worden gewoon in de muur gedaan. Die komen hier in een blender, dat mixt perslucht en zuurstof. Dus hiermee kan je instellen hoeveel zuurstof je aan het kind wil geven. Het varieert van 21%, dat is gewoon buitenlucht, tot 100% zuurstof. Dit is een flowmeter. Hiermee kan je de flow instellen hoeveel zuurstof je wil geven. Dat loopt dan naar een bevochteraar. Hierin zit er vocht. En dit is het enige onderdeel van het apparaat dat op stroom werkt. Dit is een verwarmer. En daarmee kan je bevochtigde, verwarmde lucht geven aan dat kind. Het proces van het waarborgen van veiligheid van producten in Suriname verloopt goed. Dit is mede dankzij trainingen en symposiums. Dat zegt Daniela Sumter, waarnemend onderdirecteur marktbeheersing. Het is dankzij symposiums en workshops die we met CARICOM
via CARICOM kunnen bezoeken. Symposiums van ICVSO die ik de afgelopen week heb kunnen bezoeken. Trainingen die we krijgen door middel van integratie en collaboraties van internationale organisaties, zijn we een stapje dichterbij. Het Surinaam Standaardbureau heeft ook al een surveillance voor de markt ingesteld, waarvan wij daar ook flink gebruik van gaan maken. Marktsurveillance is dus eigenlijk een kwestie van het feit dat de verschillende belangrijke stakeholders bij elkaar komen, samenwerken en kijken hoe dat gebeurt. You name it. Je hebt de politie, je hebt BOG, je hebt de economische controledienst, de afdeling fraude van de politie zit er ook wel bij. Dus die mensen komen dan bij elkaar om te kijken, de douane zit er ook in, om te kijken hoe ze eigenlijk het beste product veiligheid kunnen aanpakken. Ze zegt verder dat er producten op de markt zijn waarop er geen controle uitgeoefend wordt. En verder is de veiligheid en kwaliteit ook niet gegarandeerd waaraan er wordt gewerkt. Sumter zegt dit alles naar aanleiding van het Annual Meeting and Training Symposium die ze bijwoonde namens Suriname. En die is gehouden van 20 tot 23 februari 2017 in Orlando, Florida. De International Customer Product Health and Safety Organizations 2017 staat hierachter. Verschillende stakeholders die met productveiligheid te maken hebben, waren aanwezig op de bijeenkomst. Sumter gaat in op deze materie. Als sterkste regulator was daar aanwezig de CPSC. Dat is de Consumer Product Safety Commission in Amerika. Is een autoriteit, een onafhankelijke autoriteit die door het Senaat is gecreëerd om dus de productveiligheid van alle producten in Amerika te garanderen. Nu is Suriname natuurlijk nog niet zo ver, maar we kunnen wel op basis van best practices en ervaringen ervoor zorgen dat wij wel zaken overnemen. Ik ga u zeggen, ik was daar, ik mocht als spreker optreden binnen het symposium om binnen een panel ook een discussie aan te gaan. En ik voelde me natuurlijk vereerd. Ik heb dus namens CARICOM en Suriname heb ik een beeld gegeven van hoe en wat wij ervaren in de markt en waar we naartoe willen gaan. Als gevolg daarvan heb ik dan samen met de andere panelleden die ook regulators waren, dus mensen die de wettelijke voorschriften ervoor zorgen dat men zich eraan houdt. Die mensen waren dus ook daar. Je had Nieuw-Zeeland, je had Australië, je had Duitsland. De International Customer Product Health and Safety Organizations houdt elk jaar een symposium. Marlon Cairo zwaait nu de schepter bij Stichting Fondsontwikkeling Binnenland, SFOB. Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft Cairo aangesteld als de nieuwe directeur van de SFOB. Cairo heeft de leiding overgenomen van waarnemend directeur Michael Weidum. Minister Dikan gaf in zijn toespraak aan dat de leiding besloten heeft om een nieuwe directeur aan te stellen, om daarmee de stichting in de gelegenheid te stellen een nieuwe weg in te slaan. Het is de taak van de SFOB om een bijdrage te leveren aan het wegwerken van de achterstanden van de binnenlandbewoners. En de directrice van Stichting Claudia A., Kesney Kramp, heeft onlangs aangegeven dat geen subsidies over het jaar 2016 ontvangen zijn, waardoor de stichting haar personeel niet uit kan betalen. Door het gebrek aan geld weten zij ook niet hoe zij de 48 kinderen, waarvan de jongste 7 maanden oud is, moeten voeden. Kramp gaf verder aan dat zij vaker aangeklopt hebben bij het ministerie van Financiën om te weten wat de stand van zaken is, maar zij steeds werden verwezen naar het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Vice-president Ashwin Adhin gaf tijdens een huishoudelijke vergadering in DNA aan dat de stichting in december een bedrag van 50.000 SRD heeft ontvangen. Vanwege het uitblijven van een correcte verantwoording van het geld zullen de zaken anders aangepakt worden. De vraag ten aanzien van de subsidies, dat is inderdaad al vaker aangegeven dat volgens de wet, conform de wet van 2004 en het format van financiën, de zaken verantwoord moeten worden. Nu kan ik wel aangeven dat bijvoorbeeld in het geval van Claudia A., de mensen in december 50.000 ontvangen hadden en 30.000 aan giften. Maar natuurlijk bleek er steeds weer een behoefte te zijn. Wij geven aan
er moet een bepaalde verantwoording komen volgens een bepaald format. Als dat uitblijft, dan hebben we gemeend, en ik heb nog gisteren met de minister van SOSAF over gesproken, nou als de verantwoording niet komt, dan gaan we maar de verantwoording halen. Dat wil zeggen dat wij dan een eigen accountant of in dienst nemen om naar de organisatie zelf toe te stappen en te zeggen, dan gaan we maar het man, ja, u helpen met de administratie. Maar zolang die dingen niet gebeuren, gaan de subsidies niet gestort worden. De mensen moeten de verantwoording geven. De regering moet aan tafel werken, we weten dat. Je kunt geen gelden steeds over de balk gooien en weet niet waar de gelden eigenlijk naartoe gaan. Daar zijn we allemaal denk ik over eens. Maar ik denk dat een één stap vooruit maken door te zeggen, dan gaan we maar naar de mensen zelf toe. En dit was het Nationaal Nieuws. We zijn er straks met de internationale berichten. Op de Nederlandse televisie is gisteren het eerste grote debat gehouden in de aanloop naar de verkiezingen, zonder de grootste kopstukken. Geert Wilders van de PVV en premier Mark Rutte van de VVD wilden niet in debat gaan. Maar ook zonder hen ging het over de radicale islam. Vooral de christendemocratische CDA wil zich zo afzetten tegen de linkse partijen en stemmen afsnoepen van de VVD en PVV. De Nederlandse identiteit wordt bedreigd door de radicale islam. En wij moeten harde maatregelen nemen om dat te voorkomen. En iedere keer als er in de Kamer voorstellen aan de orde zijn om nu eindelijk een vuist te maken tegen het radicalisme, zegt GroenLinks nee. Ook de opname van vluchtelingen was een thema. Volgens de kijkers maakte Alexander Pechtold van het linksliberale D66 de beste indruk. Er zijn meer vrijwilligers voor de vluchtelingen dan er op dit moment vluchtelingen zijn. Wij zijn een solidair volk, maar we willen één ding. Leer de taal, ga aan het werk, ga naar school, doe mee en hou je aan onze wetten. Premier Rutte wilde dus niet meedebatteren, maar zijn partij VVD had wel een spotje gekocht in het reclameblok tijdens het debat. En de Democraten in de Verenigde Staten hebben Tom Perez verkozen als nieuwe voorzitter. Perez was minister van Arbeid onder president Obama. Hij wordt de eerste leider van de Democraten van Latijns-Amerikaanse afkomst. Obama, hij wordt de eerste leider van de Democraten van Latijns-Amerikaanse afkomst. Perez moet de partij weer zien te verenigen na het verlies tegen Donald Trump en moet vanuit de oppositie de luis in de pels worden van de Amerikaanse president. Someday they're going to study this era in American history and they're going to ask the question of all of us. Where were you in 2017 when we had the worst president in the history of the United States? Trump bracht alvast zijn gelukwensen over via Twitter, al waren die niet helemaal van harte. Tot zover dit bericht, dames en heren. U kunt zo meteen gaan kijken naar het wereldnieuws in beeld. Goedenavond.